dan, als God u ziet, dan wordt hij heel stil. En als de Vader uw trouw ziet, dan wordt hij heel stil. En hij bewondert uw liefde voor hem. U houdt heel ontzettend veel van Vader en ook van Jezus. En u hebt hem zo diep lief, hem zo intens lief, dat wat er ook gebeurt, niemand kan u uit die liefde weghalen. Want die zit heel diep. En de Vader wil vandaag gewoon dat tegen u zeggen. Dat hij dat ziet. En dat hij dat voelt. En dat hij dat ook beantwoordt natuurlijk. Dat voelt u ook wel. Dat hij heel veel van u houdt. En u lief heeft. En God zegt, doe gewoon datgene elke dag wat je hebt te doen. Doe dat in mijn naam, onder mijn leiding. En je zult zien dat het grote vrucht gaat dragen. En steeds meer vrucht zal dragen. Veel meer nog dan in het verleden. De gewone dingen die je aan het doen bent, of het nou het koken is, of het nou het zorg is, of wat dan ook. Er zal grote zegen daarover komen. En je zult ook steeds vaker mensen in je huis tegenkomen, die eens op bezoek komen, die eens een praatje willen maken, die dingen met u gaan ondernemen. Want God zegt, de tijd is nog niet voorbij, want ik heb nog een grote zegen voor dit deel van uw leven. In de naam van Jezus spreek ik dat over u uit. Halleluja, halleluja.